Goed, we zijn bij de Fungal Caves. Ik heb alles verkend verder. De Blue Boletus, denk ik. Ik weet helemaal niet hoe ik het uitspreek. Ik denk dat het Boletus is. De Fungal Caves. Ah, floor 1. Dus meerdere verdiepingen ook nog. Ik hoor de vleermuisjes. En wandelende paddenstoelen. Maar dat is logisch, want het is een Fungal Cave. Dus. Had ik niet anders verwacht. Mooie loopbrug. Hey, flashcrawl. Wat je daar, jongen? Ha! Ik ben een local hero geworden. Komt wel eens goed bij mij. Hartstikke idee. Skill devotee unlocked. Hoppakee. Nou, we zijn er. De poort naar, wat staat hier toch bij? Boletus Rex. Je zou bijna zeggen dat het een of andere dinosaurus is die ons staat op te wachten, maar we zullen het wel zien. Het is wel mooi begroeid hier. En level 41, hoppa. Zo, alles vol ook. Luus rot. Gaan we eens even naartoe. We hebben hier een. Oh, dat is zo'n warp dingetje. Dan worden we waarschijnlijk naar de andere kant gestuurd. Even kijken of ik nog wat moois heb opgepakt. Nou, dat is nog wat de moeite van het bekijken waard. Dat doen we straks wel. Laten we hier maar eens even op gaan. En nu zijn we. Fungal Vent. Oeh, daar hebben we Boletus Rex. Ziet er link uit. Maar ik kan hem hebben. Wat je dan, jongen? Wow. Oké, dan. Gelukkig. Met eventjes heel link. Zo, allemaal mooie spulletjes. You have completed the quest. En we hebben een quest compleet. Even de rest opruimen van die viezerij. Oeh, grote kist. Leuk. Gek op grote kisten. Nou, volgens mij hebben we ze te pakken allemaal. Tenminste, alle kisten. Wat zat erin eigenlijk? Wat is dit voor iets dan? Oh, een of andere bijzondere helm. Dat ziet er wel leuk uit, zeg. Even, als we hem opzetten, ik ga eventjes van dichtbij bekijken. Hoe ziet dat eruit van dichtbij? Waar is die helm nou? Dit. Oh, hij is wel stoer, zeg. Maar kijk, dan zie ik eruit als zo'n zeerfes. Goed. Nou, ik weet niet of die beter is. Dat kijken we straks al naar, want daar heb ik eigenlijk nu geen geduld voor. We gaan eerst maar eens even terug. Die quest is af. Nu gaan we maar meteen door naar de volgende. De robot, oh nee, die robot parts, some assembly acquired of required. Oké, to the blight box.
En daar zijn we, in de blightbox. Kijk, een waypoint, ook prettig. Misschien is dat weer een heel groot terrein. Als dat zo is... Als dat zo is, ga ik eerst even naar de stad. Want dan wil ik even checken of die helm... Wat gebeurt hier? Oh, zo, hallo. Wil ik even kijken of die helm of die beter is dan de helm die ik nu heb. Altijd goed om een beetje voorbereid op pad te gaan. Dus dat ga ik mooi nu even doen. Oh, wat? Oh, stop. Weet je wat ook leuk is? Kijk hier. Zie je de Promising Fishing Hole? Attempt Remaining 9. Daar heb ik dus afgelopen een tijdje terug heb ik iemand gesproken. Die vertelde, weet je wat? Je moet er even dynamiet in gooien. Dan weet ik niet precies hoe dat werkt. Dus... Kan ik dat gewoon hierin doen of zo? Nee. Hoe ga ik dat doen? Rechtdoor klikken? Of hier gewoon erin tikken? Nee, niet. Hoe doe ik dat? Kan ik dat equippen? Ook niet. Moet ik gewoon op klikken en dan? Oh hier, dynamiet. Paf. Kijk eens, dit is toch te gek. Ik zit me te clearen met dat, gewoon dat vissen de hele tijd. Is helemaal niet nodig. Ik heb gewoon mijn dynamiet. Ideaal. Nou leuk. Goed. Ook al wel geleerd. Terug naar de stad. De Imperial Camp. Daar gaan we naartoe. Nou, ik heb even flink gepint, de boel. Ik heb die mooie helm aan, maar ik heb allerlei dingetjes er toegevoegd. En het werkt allemaal als een tierenlier, dus ik hoop dat hij een beetje vlot is, een beetje sterk is. Maar ik vermoed het wel. Hey! Ik heb weer zo'n facebeast verslagen en nu hebben we een faceportal met waarschijnlijk weer een nieuwe uitdaging. Nou, laten we maar gewoon ingaan, we zien het wel. Defeat the troll. Waar is de troll? De troll? Hoe daar? Skullsuur! Dan doen we dat toch? Met plezier. Ik hoef er niet eens voor te bewegen, zo te zien. Hartstikke idee. Was dat het? Dat was het vast niet. Hoewel. Ik denk dat het was. Hier, de jackpot. Wat een hoop kabaal trouwens. Alle mensen aan de hawaai. Nog meer kistjes. Jongen, jongen, zeg, wat een herrie. Dat is toch wel Link ook. Nou, volgens mij was dat het. Nou, gaan we even zien dan. Oké, hier moet ik naartoe voor de hoofdquest. Daar staat een mannetje, de Vanquisher Captain, maar die ga ik lekker nog niet aanspreken. Ik heb nog genoeg te verkennen, dat ga ik eerst doen en daarna dan komen we hier alweer eens. Een gouden kistje. Zit nog op slot. Nou, dan wordt het tijd dat we op zoek gaan naar een... Oh, hier moet een bel staan, er moet een bel op. Nou. Goed om te onthouden. En daar hebben we weer een Promising Fishing Hole. Dynamiet erin. Hartstikke idee. Oh, ik kan het niet meer meenemen. Nou, ik ga even uitzoeken. Oeh, zo. Garakan. Wat had je dan, Garakan?
Nou, ik heb weer even aan mijn beroemdheid gewerkt. Hey, de gouden sleutel. Dat is mooi. Want dan kunnen we daar mooi straks de gouden kist mee openmaken. Hier is een bel. Kijk. Mooi, die moeten we hebben. Denk ik. Ga ik vanuit. Hoe kom ik erin? Hier omheen. Yes. Kom maar op die bel. Hier hebben we een enchanter. Wat doet hij? Waar enchant hij mee? Zal mijn helm eens even... Hé, hey, ho. Oh. Kun je deze nog enchanten? Oh, dat kan. Zo. Zo, dat kost flink wat. Nou, ik kan mij dus... Heb ik nog iets beters wat ik wil enchanten? Oh, dat is best duur, zeg. Ik ga het gewoon doen. Fortune smiles upon you. Nou, ik hoop dat het de moeite waard was. Kan ik nog iets enchanten? Zullen we deze nog even doen? Of zit hij aan zijn max? Nee, zit er niet aan zijn max. Oh, wat duur! Fortune smiles on you. Nou, ik hoop dat het de moeite waard was. Goed, bedankt joh. Topper. De bel. Die hebben we. Zit hij gewoon in mijn inventaris? Nee, ik denk dat het gewoon een quest item is. En ik zit vlak alweer bij het kistje. Alweer vlak bij het kistje, dus die gaan we eerst maar eens even pakken. Oeh, dat was een hoop geld, zeg. Nou, locked golden chest. Er zit een mooie laars in. Tenminste, dat hoop ik. Nou, valt er reuze mee. Goed, de bellen hebben we. Gaan we straks ophangen. Eerst verder kijken. Oeh, wat is dit? Scream. Weet je? Slicer. Laatste idee. Oh, het zijn er twee. Bomberg en Shadow Member. En level 42 natuurlijk. My inventory is full. Nou. My pack is full. Er zijn vervelende berichten. Goed, dit kan allemaal straks verkocht worden in het dorp. Even kijken, dit ook. Ja, dit eigenlijk allemaal wel. Zo, nou, we zoeken het verder na het er nog wel uit. Eerst maar eens door. Oeh, oh, hoi. Wie ben jij? Oathkicker. Ik zal jou eens kicken. Ik heb de Reeking Cellar gevonden. Gewoon, ik denk dat het iets kleins is. De stinkende kelder. Dus eens even kijken. Het hoeft niet groot te zijn dan, denk ik. Hoe groot kan een kelder zijn, hè? Oh. Zo. Sta ik ergens in of zo? Oei. Oh, Kuza. Met al die spoortjes doet het me wel een beetje denken hier aan Torchlight 1. Wel leuk. Oh, kijk aan zeg. Hartstikke idee. Lekker wat goud erbij. Hier hebben we de Black Claw. Okay.
Lekker. Hoppakee, kom maar op. Hartstikke idee. Dit is een fijne kelder. Veel mooie spulletjes. Nou, dat is helemaal niet erg, want dan gooi je alles even bij de toren door in de rugtas. Ontzettend sterke vogel is het eigenlijk. Kan alles dragen. Nog meer jongens, kom maar op. Hier heb ik nog iets. Nee, dat was het wel. Dat was de moeite meer dan waard. Gauw terug naar boven. Een fishing hole vlakbij een mannetje. Even dynamiet erin. Nou, was dat het? Ik heb echt zo ontzettend veel spullen nu. Kan ik wat aan mijn vogel geven? Vogel. Heb je er echt zin in? Even een... Wat vond je even een spin? Dan heb je nog een tunnel shark. Wat doet de tunnel shark eigenlijk? Heb ik er nog meer van? Ik heb echt heel veel dingen. Up, 15 minuten spin. Ook leuk. The Rotting Crypt. Jessa. Please, traveler, wait a moment. I'm Jessa, the traveler from Asteria. My father and I came to this place to recover an ancient artifact, the Wraith Ring, which is said to have power over death itself. We sought to bring it to the Asterian temples for study. My father entered the catacombs when I tended our camp, but he has not returned and there are dark things stirring below. Please, I only ask that you discover his fate. Perhaps he is wounded and only needs to aid to escape. If the worst comes to pass, he wears a locket around his neck and you will know him by it. Okay, check. You have received a quest. I need your help. Okay. Ik ga eventjes, ik ga hierin, dat vind ik leuk, maar eerst even wat rommel opruimen en daarvoor nemen wij een town portal. Goed, ik ben terug. Gaan we eens even kijken bij deze Wraith Ring. Wraith Ring. Nee. The Rotting Crypt. Daar zijn we dan. Eerste verdieping.